Geef nou maar toe. Oostenrijkers zien we als gezellig en lui. Precies. Met een dierendelaan. zo'n leren broek. En zingen bij de wintersport. Ja, als je ze tegenkomt op de wandeling op de berg, dan zeggen ze allemaal Gruus Kot. Maar wat ze echt bedoelen is Heil Hitler. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Het regent buiten. Ja. Het moet wel het allerberoerdste godvergeten klote voorjaar zijn wat ik me kan herinneren. Lekker nat toch? Is gezellig. Ja, dus lekker nat. Lekker binnen zitten? Nee joh. Lekker lezen? Het is echt benauwend langzamerhand. Doe je in de badkamer dat gordijn open. Weer zo'n loodgrijze dag met zo'n piemelig regentje. Het is echt verschrikkelijk gewoon. Het schijnt beter te worden. Voor Wenen was de voorspelling voor de volgende week niet zo heel slecht, gelukkig. Nou, dat is mooi. Dus als je nu wat regen hoort, of als je getik hoort, dan is de regen op het dak. Ja, dat is natuurlijk wel weer dan een bekend gezellig geluid. Maar ik heb echt... Dit is wel een van de beroerdste voorjaren die ik me kan herinneren. Nou ja, mensen zeggen we hebben nattigheid nodig. Ja, dat krijg je nu. Maar ja, dat is toch lang niet genoeg om te drogen. Nu begreep ik van de nattigheid in Nederland. Dat kan kort samengevat worden. Of het is te veel, of het is te weinig, of het is smerig. Dus ja. Maar er is nooit genoeg om de droogte op te lossen. Het is nu om een of andere raadselachtige reden nooit genoeg en nooit te veel. Ja. Ik bedoel, het is altijd verkeerd. Ja. Het moet een beetje denken aan de klassieke mop over... Niet waar de boerenstand, dat het wat het ook was. Het is of te veel zon, of te weinig zon, of te veel regen, of te weinig regen. Maar goed is het nooit. Ja. Laten we ter zake komen. Want in deze aflevering het zwarte geheime natieverleden van Oostenrijk. Geliefd vakantieland voor veel Nederlanders. Maar het land heeft ook een hele andere kant. En dat gaan we bespreken. En dat heeft ook te maken met de reis die jij gaat maken naar Oostenrijk. Ja, ik dacht, omdat ik natuurlijk daar ook iets over Oostenrijk moet vertellen en de zonderlinge geschiedenis van Oostenrijk, dacht ik, ik pik er iets uit wat ook wel bijzonder zonderling is. Ik kan het niet anders noemen. Ben je klaar trouwens voor de reis? De treinkaartjes liggen klaar? Ja, de treinkaartjes heb ik binnen. Het koffertje gepakt. Hele ingewikkelde treinkaartjes. Zulke grote treinkaartjes. A4 grote treinkaartjes met een QR-code erop. Het voor het poortje, hè? Dat je het poortje natuurlijk binnenkomt. Ja, precies. Nou, ik moet die QR-code, neem ik aan, op het poortje houden. Maar ik weet nu al dat het niet werkt als ik het doe. Ja, dat is door mijn theoretische scholing. Je kunt altijd achter iemand aanlopen heel snel. Dan ben je er ook door. Ja, dat deed ik nog eens een keer in Rotterdam. Ik werd onmiddellijk aangehouden. Onmiddellijk. Door twee van die veldwebels. Die ze daarvoor in dienst hadden. Ik kon mijn kaartje niet vinden. Of ik weet niet waarom ik in overtreding was. Wat zeiden ze tegen je? Dachten ze ook dat je een terrorist was? Nee, ik had een goede reden waarom ik het had gedaan. Maar dat mocht niet. Daar kwam het op neer. Het is een beetje... Op Texel heb je ook in bepaalde delen van het jaar... mag je in bepaalde delen van de duinen niet wandelen. Dat is vanwege de vogels en het broedseizoen. Maar ja, ik ben van nature natuurlijk toch een beetje een wetsovertreder. Bovendien dacht ik ben er met eentje. Ik heb geen hond. Ik ben heel stilletjes. Ik ben sowieso een rustig type. Dus ik kan best even een stukje door verboden gebied lopen. Nou, dat heb ik 2 keer gedaan. En ik ben 2 keer aangehouden door de boswachter. Maar ja, dan heb je vaak een hele leuke conversatie met de boswachter. En die had ook geloof ik wat begrip voor mijn overtreding, maar hij kon het toch niet billijken. Nee. Maar goed, je hebt dus alles klaar. Koffertje zit klaar. Nee, dat moet ik allemaal nog doen. Nee. Ik moet vanavond nog naar Brabant om daar een verhaal te gaan houden. Oké. Okay. En dan ga je dus met de trein en dan ga ik dan daar in Oostenrijk gaan we verhalen vertellen. Nou, dat valt best mee, maar over een aantal dingen ga ik iets vertellen. Ja, dus zeg maar een korte geschiedenis van Oostenrijk. Zonderlinge positie van Wenen. En dan nog iets over de secession, want daar moet je altijd heen. Ben je ooit in Wenen geweest? Nee, nooit. Maar daar wordt me wel van... Ja, je hebt het heel vaak gepromoot. Ja, ik durf het eigenlijk niet al te veel te promoten, omdat dat Wenen een zonderling verschijnsel vertoont. Namelijk dat het anders dan bijvoorbeeld Berlijn of Amsterdam, of ook Praag, heb ik begrepen, niet totaal overlopen wordt door jeugdige toeristen. In Berlijn heb je van die vreemde groepen die
Dat schijnt vanwege het clubleven in Berlijn te zijn. Dat schijnt enorm opwindend te zijn. Maar ja, overdag hebben die lui natuurlijk geen kloot te doen. Dus dan had ze eerst langdurig in een bed hebben gelegen, neem ik aan. Zwerven ze dan enige uren door de stad voordat het dynamische clubleven weer begint. Wat Berlijn overigens ook had in de jaren 20, dat is interessant genoeg. Dat is weer helemaal terug eigenlijk, Berlijn als feeststad. Ja, in Amsterdam weten we hoe dramatisch dat eigenlijk is. Vandaar dat Haarlem, hè. Haarlem heeft alle voordelen van Amsterdam, maar niet de nadelen. Ik moet niet te veel reclame voor Haarlem, maar voordat je het weet, hebben ze daar ook ineens een levendig clubleven. Ja, je weet, verschrikkelijk. Omdat het massatoerisme maakt alles kapot. Maar zelf ben je natuurlijk paradoxalerwijs ook een onderdeel van het massatoerisme. Maar je kunt in Wenen, Wenen heeft dat probleem in, natuurlijk zijn er veel toeristen, maar Wenen heeft dat probleem in veel mindere mate dan bijvoorbeeld Berlijn. Ik denk ook dat Wenen helemaal geen clubleven heeft, weet ik eigenlijk gezegd niet. Ook bijvoorbeeld de grote musea in Wenen zijn bijvoorbeeld niet zo druk als de National Gallery in Londen. Dat vaak, we hebben het over gehad even in verband met die schilderijen daar. Maar dat is een onding, zo druk als het daar is. Voor al die bellen, die Italianen, dat is het aller... Ja, waarom dat altijd Italianen zijn, ik heb geen idee. Die lopen bellen door het museum? Ja, ja, die worden overigens in de National Gallery onmiddellijk door de supposter bij de kladden gegrepen en weggedirigeerd en terecht, maar ze doen het wel. En je vraagt je af waarom ze bellen door het museum lopen, of ze misschien meteen verslag doen aan iemand wat ze zien. Nou ja, ik geloof dat nog steeds zeker Italianen denken dat als je loopt te bellen, dat je dan een belangrijke indruk maakt. Hè? Ah. Ja. Mannen die... Maar ja, mensen uit Azië maken altijd foto's. Ja, maar liefst met de iPad, dat vind ik helemaal belachelijk. Hè? En zo'n met de iPad, ja. Ja, omdat er zit wel een cameraatje op de iPad, maar dat is eigenlijk het minste... Minste cameraatje in dit soort van toestellen zit op de iPad. Hè? En ze hebben ook zo'n stok. Dan kun je dat beter met je, hoe heet het? Ja, zo'n stok, ja. Maar waren we nou laatst ook weer? Dat er allemaal van die het lijkt wel of dat allemaal jonge vrouwen zijn die uit Azië hier naartoe komen om wel dingen te bekijken. Maar goed, nu even Oostenrijk dus. Ja, het wonderlijke feit doet zich natuurlijk voor dat Wenen tot ontwikkeling is gekomen. Ten tijde van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Of liever gezegd, aanvankelijk de Habsburgse keizerlijke rijk. Wat in Oost- en Centraal-Europa een soort wereldrijk was. Het was van aanzienlijke omvang en natuurlijk ook een multinationaal rijk. Want ja, je had een massa Duits sprekende, je had een massa Hongaars sprekende. Ja, de massa Tsjechisch sprekende, het was van allerlei wat. Het is ook wel door mensen gezegd van, het is eigenlijk een soort voorganger van de Europese Unie. Alleen jammer genoeg geëxplodeerd. Kunnen we misschien even aanstippen wat natuurlijk het kardinale verschil is tussen de Europese Unie en de monarchie, de Donaumonarchie. Dat was natuurlijk dat de Donaumonarchie één nazistaat was. Waar één dominant centrum was, namelijk en bovendien het Duits-talig centrum, dat was dan toch wel Wenen. Want je kon bijvoorbeeld in het Hongaarse deel was je staatsburger van dat Hongaarse deel. Je had niet een paspoort wat gold voor de hele Donaumonarchie. Je had een paspoort of voor het Duits-talige deel of voor het Hongaarse deel. En er waren nog wat verspreide andere gebieden. Een deel van de huidige Oekraïne was toen een onderdeel van die Donaumonarchie. Wel nu, daar gaan we het nu even niet al te lang over hebben, want door de Eerste Wereldoorlog is natuurlijk de Donaumonarchie is gesneuveld. Die is uiteengevallen in al die verschillende nationale staten die monarchie vormden. Met als gevolg natuurlijk dat Wenen een beetje een zonderling waterhoofd was, want nu was het plotseling... In feite de hoofdstad van een piepklein land, namelijk het huidige Oostenrijk, waar het bovendien nog politiek, nog cultureel erg sterk verwant mee was. Want het was een echte metropool, ook bij de avant-gardistische culturele elite. Terwijl je kunt veel zeggen van het westelijke Oostenrijk, maar
erg avant-gardistisch cultureel, dat kun je het dan bepaald niet noemen. Dat zijn toch wel die lederhozen. Nou ja. Zo'n grappig accentje hebben ze altijd. Ja, ze hebben een typisch, maar hebben ze in Beieren ook. Hè. Dat is ander Duits dan wij op school hebben geleerd, zal ik nou maar zeggen. Dus ja, nu was het een piepklein staatje geworden. En ja, het meest voor de hand liggende was natuurlijk aan het eind van de Eerste Wereldoorlog dat Oostenrijk zich zou aansluiten bij Duitsland. Althans, het Duits sprekende deel zich zou aansluiten bij Duitsland. Maar de verzamelde grote mogendheden in Versailles hebben dat verboden. Ze zeggen, ja, dat zou ook wat zijn. Heeft Duitsland de oorlog verloren, krijgen ze Oostenrijk erbij. Dat gaan we niet doen, dat is heel onverstandig. Oostenrijk moet zelfstandig blijven. Dat zelfstandige Oostenrijk had een niet zo verschrikkelijk gelukkige geschiedenis. En dat had voor een deel te maken met het feit dat deels Oostenrijk een aarts-conservatief rooms-katholiek land was. En deels, vooral ten aanzien van Wenen, niet waar, een uitgesproken sociaal-democratisch land. Omdat natuurlijk de sociaal-democratische partij in Wenen de dominante partij was, dat begrijp je wel. Dat heeft zelfs ooit in het begin van de jaren 30 geleid tot een soort mini-burgeroorlogje, wat overigens door de dominante, conservatieve rooms-katholieke deel van dat Oostenrijk van toen gewonnen is. En een zekere Dollfuss is toen de dictator geworden van dat rooms-katholieke corporatistische staatje, een soort lokaal, je zou het een soort van lokaal fascisme kunnen noemen. Een beetje misschien te vergelijken met Spanje onder Franco. Zoiets denk ik, zou je kunnen zeggen. Toen is er in Oostenrijk een staatsgreep gepleegd door de nationaalsocialisten. In 1934, als ik het wel heb. Bij die gelegenheid, die hebben Dollfuss doodgeschoten, maar de staatsgreep is mislukt. En een deel van de mislukking was te schrijven op de konto van Mussolini, die er eigenlijk helemaal niet op zat te wachten dat het aan hem, aan Italië grenzende Oostenrijk, dat nu door de nationaalsocialisten zou worden overgenomen. Dat verandert in de jaren daarna, omdat Mussolini dan besluit zich bij Hitler aan te sluiten, omdat de westelijke naties kritiek hadden op de inderdaad achterlijke en gewelddadige koloniale politiek van Mussolini in Abyssinië. Zonder meer een ronduit schandalige vertoning. Ja, er wordt wel eens gezegd, de Italianen vallen altijd wel mee, omdat ze toch hun grootste liefde is om een kop koffie te gaan drinken en niet al te hard te werken. Maar daar klopt niks van. Dat is schijn. Ja, nou althans in ieder geval ten aanzien van de koloniale activiteiten van Mussolini is dat schijn. Dus uiteindelijk valt die druk van Mussolini, die valt weg. Of die sympathie van Mussolini, die valt weg. En dat leidt tenslotte ertoe dat de Duitsers in feite Oostenrijk inlijven. Eerst zijn er onderhandelingen en daar wordt de dan zittende Oostenrijkse kanselier Schuschnigg, die wordt enorm onder druk gezet dat hij allerlei speciale regelingen moet treffen voor de Oostenrijkse nationaalsocialisten. En Schuschnigg die wil dat eigenlijk niet en die dreigt dan met een referendum dat ze daarin dan zullen moeten besluiten of ze wel of niet nationaal-socialistisch geregeerd willen worden. En om alle problemen te vermijden, nietwaar, trekt de Duitse Weermacht Oostenrijk binnen in 1938. De zogenaamde Anschluss. Je kunt rustig zeggen dat het overgrote deel van de Oostenrijkse bevolking, niet waar, juichend langs de weg stond met een bosje bloemen, een beroemde toespraak van Hitler op de Heldenplatz in Wenen. Ik geloof dat er 700.000 mensen waren die hem hysterisch toejuichten. Vergeet niet, Hitler was een Oostenrijker van origine. Heel lang stateloos geweest omdat hij naar Duitsland was gegaan, maar ondertussen toch een Oostenrijker in hart en, nou niet in hart en nieren, ja, misschien ook wel een klein beetje toch. Dus het overgrote deel van de Oostenrijkse bevolking vond het een prima idee dat Oostenrijk een onderdeel zou zijn
van het nationaal-socialistische Duitsland. Wel opvallend, toch? Ja, ja, nee. Ook het antisemitisme, dat viel goed in Oostenrijk. De gruwelijke plaatjes van dat Weense Joden gedwongen werden met een tandenborstel het trottoir schoon te maken. Nou, ook al die bekende anti-Joodse maatregelen, die gingen meteen van start. Er was een vrij forse antisemitische traditie in Wenen. Er was ooit een beroemde burgemeester geweest, Karl Lüger, die antisemitisch was op een enigszins ouderwetse 19e eeuwse manier misschien. Dat wil zeggen, de retoriek was uitgesproken antisemitisch, maar erg veel last hadden de Joden in Wenen eigenlijk niet van hem. Sterker nog, Frans Jozef de Keizer, kijkt u het even na met die grote snor, de man van Sisi, ja, het gekke is dat zijn hysterische vrouw wereldberoemd geworden is in de vorm van Romy Schneider. Maar goed, Frans Jozef werd beschouwd als een Jodenvriend. Frans Jozef was aartsconservatief in alle denkbare opzichten, maar op een soort ouderwetse manier een fatsoenlijke man. Anders, ja, dat klinkt idioot, maar ik denk dat je dat wel zeggen kunt. Maar er was zeker in Wenen, in Oostenrijk, een antisemitische traditie. En nu komt het wonderlijke van dit verhaal. In de Duitse Weermacht hebben een kleine miljoen Oostenrijkers meegevochten aan Duitse kant in de Tweede Wereldoorlog. Een miljoen in een relatief kleine bevolking. Hou dat in de gaten. Dat niet alleen. Heel veel Oostenrijkers hebben een prominente rol gespeeld in de SS. En zodoende een prominente rol gespeeld in de Holocaust. Wij in Nederland, zoals je weet, hebben ook... Zijsinkwart was ook een Oostenrijker. En die, niet waar, was de lokale, moet je dat zeggen, het hoofd van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hij daar op Klingendaal woonde. Dus je zou zeggen, dat Oostenrijk, dat is toch wel medeschuldig aan het drama wat nationaal-socialistisch Duitsland heeft tot stand gebracht. Maar dat is dus niet zo. Dat is het wonderlijk. Er doet zich namelijk een zonderlinge tournure voor, waarbij Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog plotseling opduikt, niet als de helper, als de enthousiaste helper van het nationaal-socialistische Duitsland, maar als het eerste slachtoffer van het nationale socialistische Duitsland vanwege die Anschluss. Want je kunt er ook een bezetting door het Duitse leger. Die was weliswaar zonder enig geweld had die plaatsgevonden, maar het was toch een bezetting door het Duitse leger. Nog vreemder is dat de geallieerden in een conferentie in Moskou in 1943, waarbij ze zich bezighielden met hoe Europa beheerd moest worden als de oorlog afgelopen was. Toen was natuurlijk al duidelijk dat de Duitsers dat tenslotte zouden gaan verliezen. Toen hebben ze besloten dat Oostenrijk niet als medeschuldig zou worden beschouwd. De Anschlusswet zou ongedaan gemaakt worden. Dat wel, dus ook een aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland na de Tweede Wereldoorlog was ook niet in vragen. Waarschijnlijk hadden de Oostenrijkers er nu ook iets minder enthousiasme voor gehad, als dat wel zo was geweest. Maar Oostenrijk werd eigenlijk beschouwd als een niet-nationaal-socialistische zomba, laten we het maar zo zeggen. Dat heeft na de Tweede Wereldoorlog toegeleid dat zij dus als eerste slachtoffer konden poseren. Oh jee, die arme Oostenrijkers. Met als gevolg dat bijvoorbeeld denazificatie, die in Duitsland nog niet bijster lang geduurd heeft na de Tweede Wereldoorlog, maar daarvan is in Oostenrijk überhaupt nauwelijks sprake geweest. Duitsland werd wel bezet na de Tweede Wereldoorlog door de vier geallieerden. Door de Russen, de Amerikanen, de Engelsen en de Fransen. Op zichzelf was je zoals overal waar de Russen bezetters waren, daar was je de klos. Ja, ik ben zelf met mijn vader in Wenen geweest in 1959. Ik zal je zo vertellen wat er overigens in de tussentijd is gebeurd. En toen was het nog zo dat je in Wenen min of meer op de meter kon zien waar de Russische zone ophield en de Amerikaanse zone begon. In de Russische zone was alles oud, vies en kapot.
En bij de Amerikanen waren het al fraaie winkels. Wat je nu in Berlijn eigenlijk ook ziet, hè, als je daar doorheen rijdt, dan zie je dat ook nog wel, dat verschil. Ja, Russen maken er een potje van. Communisten maken er een potje van. Ja, omdat het natuurlijk uiteindelijk een dwangsysteem is. Het is niet anders. Want dat Oostenrijkers, die bezetters dus, met name de Amerikanen, die waren eigenlijk bang. Want de communisten zeiden van ja, kunnen we in Oostenrijk de boel niet zo organiseren als in Duitsland, waar in feite een nieuwe Oost-Duitse staat tot stand gekomen is, een West-Duitse staat, dan kunnen we ook in Oostenrijk een stukje, dat wordt een communistische staat in feite, en de rest kan dan naar het westen toe. Nou, daar voelden de Amerikanen helemaal niets voor. Toen liep natuurlijk ook iets daarvoor, de Koreaanse oorlog. De Amerikanen waren bang dat iets dergelijks zou gebeuren in Oostenrijk. En hebben ook allerlei dingen opgebouwd in West-Oostenrijk om, als zoiets zou gebeuren, daar ook adequaat op te kunnen reageren. Dat is allemaal zolang Stalin nog leefde. Stalin is overleden in 1953. En al heel snel maar duidelijk dat zijn opvolger, die wilde best eens praten over een andere ordening in Europa. Die waren zelfs bereid om Duitsland te neutraliseren, de DDR op te heffen. Prachtige plannen waarvan je achteraf zegt, goh, hadden we dat misschien niet toch moeten proberen. Maar goed, de Amerikanen wilden helemaal niets van weten. En toen bleek natuurlijk ook dat de Russen feitelijk in dat Oostenrijk geen bal geïnteresseerd waren. En toen zijn de onderhandelingen begonnen eigenlijk om de bezetting van Oostenrijk, om die te beëindigen. En die zijn tenslotte ook succesvol geworden. Het enige die er pissnijder over was Adenauer, de Duitse bondskanselier. Want die dacht, joh, wacht eens even. Want de voorwaarde voor het vertrek van de bezetters van Oostenrijk was dat het land echt totaal geneutraliseerd zou worden. Oostenrijk mocht nergens lid van worden. Vanzelfsprekend niet van de NATO, maar ook niet van de Europese Economische Gemeenschap. Oostenrijk moest een puur neutraal land zijn. En die neutrale, hoe moet ik dat zeggen, stemming, die is er soms nog wel steeds aanwezig in Oostenrijk. Ze hebben ook wel een soort volksstemming gehouden of ze wel bij de EU wilden. Ze zijn natuurlijk nog steeds geen lid van de NATO. In Oostenrijk, begreep ik, was het nog een hele kwestie of Zelensky wel de Oostenrijkse volksvertegenwoordiging mocht toespreken. Want ja, was Oostenrijk niet neutraal, dan met name aan de rechterzijde, de FPÖ, die voelde daar eigenlijk niks voor. Want die impuls, die zeer rechtse impuls, is sterk aanwezig in Oostenrijk. Onder andere omdat er nooit gedenazificeerd is. Mensen die in de Weermacht hebben gevochten, niet waar, die hebben daar een prima reputatie. Die zijn ook nooit... Was dat ook een toevluchtsoord na de oorlog? Nee, dat niet. Nee, als je echt weg wou, moest je via de Rooms-Katholieke Kerk naar Zuid-Amerika. Ook heel wonderlijk allemaal. Maar goed, iemand als Eichmann, volgens mij ook een Oostenrijker, die is naar Argentinië vertrokken. En daar tenslotte opgepakt, niet waar, door de Mossad. Die lui heeft opgespoord. Overigens zijn er ook bij die nooit meer teruggevonden zijn in allerlei opzichten. Dan komt na lange onderhandelingen, wordt het staatsverdrag voor Oostenrijk ondertekend in 1955. Of Stalin is dan dood, er is sprake van een zekere ontspanning tussen Rusland en de Verenigde Staten. Dus het kon. En vanaf dat moment is Oostenrijk dus een volledig neutrale staat geworden. Tot het hele Sovjet-Unie is ingestort en nu is Oostenrijk natuurlijk wel lid van de Europese Unie geworden. Maar we zitten wel met een heel vreemd probleem. Dat een staat die in allerlei denkbare opzichten zeer direct betrokken is geweest bij de gruwelijke misdaden van Nazi-Duitsland. Namelijk Nazi-Oostenrijk, want zo kunnen we het ook wel noemen. Nooit daarvoor bestraft is. En pas in de jaren 80 begint eigenlijk in Oostenrijk de discussie daarover, naar aanleiding van Kurt Waldheim, als je die nog kunt herinneren. Eerst wordt hij secretaris-generaal van de Verenigde Naties, maar Kurt Waldheim was een prominente inlichtingenofficier van de Duitse Weermacht. Dus ja, dat daar dan
In Oostenrijk waren allerlei monumenten, maar nooit voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar in feite meer voor de helden, zogenaamde helden van de Tweede Wereldoorlog. Dus pas in een heel laat stadium is Oostenrijk begonnen met, nou ja, in ieder geval eens te praten over de problemen van de Tweede Wereldoorlog. Want ze hadden gewoon meegedaan. Ze hadden gewoon meegedaan, ja. En ook omdat de geallieerden dat mogelijk hebben gemaakt, maar je begreep, het kwam hen zelf ook heel goed uit, dat zij niks gedaan hadden. Dat zij in feite door de Duitsers onderworpen waren door de aanstoot. Ja, maar als wij nu samen een moord plegen en jij bent erbij, ben je medeplichtig. Dus dan word je ook gestraft. Sterker nog, als ik ook fijn meegeholpen heb, hè, ook nog het mes er even in gestoken heb, dan is het gek dat ik dan achteraf wordt gezegd van ja, die Tom die heeft die surfkop, die theoretisch geschoolde surfkop, die heeft hij gedwongen om dit te doen, want eigenlijk is die te onhandig om zelf met een mes te prikken, bij wijze van spreken. Maar wat was de afweging dan om destijds Oostenrijk niet aan te pakken? Waarom de geallieerden besloten hebben om Oostenrijk eigenlijk buiten de perken van het nationaal socialisme te zetten, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Was dat de-escalatie? Dat ze dachten, nou, we hebben problemen genoeg? Nee, ik denk dat het ook een soort van misschien ook bang dat dan toch zou komen van een aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland, dat weet ik niet. Het blijft natuurlijk gek dat Oostenrijk, dat een apart staatje is. Ja. Eigenlijk is er weinig, tegenwoordig zijn ze er zo aan gewend, dat er geloof ik niet een soort van Heimins-Reich-achtige toestanden zijn in Oostenrijk. Maar ja, in principe hadden ze natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog gewoon door Duitsland opgeslokt kunnen worden in ieder geval. Maar dat is niet gebeurd. Maar dit is de zonderlinge geschiedenis van Oostenrijk. Ja. Namelijk dat een schuldig land, in allerlei opzichten actief nationaal-socialistisch land, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog op wonderbaarlijke wijze de dans is ontsprongen. Interessant. En ik wist niet dat ze nog steeds geen lid zijn van de NAVO. Nee. Wat is daar de reden dan nu van? Dat heeft daar ook mee te maken? Ja, een neutrale traditie. Of ze denken van, goed wel zo goedkoop. Ja. En je vertelde niet ook nog dat ze nog een tijdje een burgeroorlog. Dat is in 1934. Want dat is bij die gelegenheid dat Dollfuss de macht overneemt. En dan in feite een autoritaire, aardsconservatieve, rooms-katholieke staat vormt. Want de sociaaldemocraten waren altijd buiten de regering gehouden. En in die polarisatie van die jaren, van de late jaren 20, en ook de crisisjaren waren, hadden drie verschillende groepen eigenlijk in Oostenrijk een soort eigen legertje op de been gebracht. En Dollfuss, dus zeg maar, het conservatieve deel van het land, had een legertje en de sociaaldemocraten hadden dat ook. En die twee, zeg maar, onofficiële legertjes, een beetje precies zoiets als de SA in Duitsland, die zijn met elkaar slaaggeraakt in 1934. En die sociaaldemocraten deel van het onderspit. En dan begint Dollfuss te regeren en die sneuvelt weer in een nationaal-socialistische coup. Kun je dus zeggen dat dit eigenlijk dus ook. Dus je moet dat is niet een jarenlang voortslepen, een massale burgeroorlog. Het is een burgeroorlog, je. Tragiek is natuurlijk een beetje, ja, dat Wenen. Wenen is Oostenrijk niet, zoals Amsterdam Nederland niet is en Manhattan Amerika niet is. Dat is natuurlijk altijd die complexe steden die zitten nog helemaal heel anders in elkaar dan het omringende platteland. Het is ook een beetje de onbekende geschiedenis van Oostenrijk, toch? Ja, hoe ze erin geslaagd zijn om het eerste slachtoffer te worden, dat is echt een kunststukje. Maar het verklaart misschien deels ook het succes van die FPÖ, van die rechtse partij in Oostenrijk, die nu ook, begreep ik, weer helemaal terug is op het toneel, na alle fouten die ze gemaakt hebben. Want hebben ze nog steeds zo'n rechtse regering? Zit die er nog steeds? Is die gevallen? Volgens mij, ik weet eigenlijk niet. Dat moet je nog even opzoeken voor je reis. Ja, hoe het precies met de huidige Oostenrijkse regering zit. Ik dacht dat de FPÖ weer terug was op provinciaals niveau. Dat wel, nadat ze een enorme zeepert hadden gekregen vanwege dat bekende
afgeluisterde gesprekje, waarbij ze zo'n Russische mevrouw met geld probeerde zo gek te krijgen om een krant te kopen waarin de FPÖ dan op het paard zou worden getild. Dat was niet zo best natuurlijk. Dat is ook de reden dat de jonge kanselier vertrokken is. Ik weet niet wat hij tegenwoordig uitspookt. Ja, maar goed, het is een land met een hoe zullen we dat eens zeggen, bruine geschiedenis. Ja, en daar zijn ze toch enorm mooi mee weggekomen. Geef nou maar toe, Oostenrijkers zien we als gezellige lui. Met een dierendel aan, zo'n leren broek en zingen bij de wintersport. Maar het is niet, valt ik omdat ze daar zelf natuurlijk van harte aan hebben meegewerkt. Al is het de afgelopen decennia wel iets beter geworden. Dat wel. En hoe is het sentiment onder de huidige generatie Oostenrijkers? Kennen zij dit verleden? Want de Duitsers zijn zich nog steeds bewust van uiteraard. Ja, want dat moet je van de Duitsers zeggen. Zeker na 1960, 62. Niet waar, hebben die veel aan hun verleden gedaan. En nou ja, erkend hoe erg het allemaal wel niet was. En nog steeds is dat gevoel over dat loodzware verleden natuurlijk in Duitsland heel prominent aanwezig. En daar is natuurlijk in Oostenrijk geen sprake van eigenlijk. Ja, en uiteindelijk gaan we allemaal op in een groter Europees geheel. Namelijk in Duitsland en Oostenrijk. In dit verhaal ga jij dus in Oostenrijk vertellen. Is dat één college in één keer of verspreid je dan een beetje over de... Nou, het is ook een beetje verspreid natuurlijk. En er moet iets over Klimt gezegd worden, schilder. Want dat is het wonderlijke natuurlijk van het Wenen. Tegenwoordig is het, bij mij weten, ik geloof niet dat Wenen echt meetelt aan de culturele top van de wereld. Maar dat was het wel voor de Eerste Wereldoorlog. Hè. Je kunt natuurlijk een hele reeks van mensen opnoemen die mede hebben bijgedragen aan de vorming van het modernisme, aan de ingrijpende veranderingen van ideeën over kunst van welke aard dan ook. Neem Klimt zelf. Klimt begint in feite als een zeer academische schilder, die met name wandschilderingen maakte in al die gebouwen die langs de Ringstraße, Oostenrijk of Wenen, heeft een soort licht aan de Donau. Was ooit een vesting. En de Turken hebben, ooit Wenen belegerd, 16, nou ja, ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar ergens in de 17e eeuw. En dan zijn op een goed moment is wel duidelijk dat de Turken niet meer terugkomen. En dan worden de vestingwerken afgebroken. En in de openliggende ruimte hebben ze de zogenaamde Ringstraße gebouwd. Dus ooit in Wenen bent, kun je, dat is heel leuk, met de tram langs de hele Ringstraße van de ene kant naar de andere kant. Die dus een half rond is, van aansluit op de Donau. En langs die Ringstraße hebben ze van alles en nog wat gebouwd. Prachtige musea, universiteiten, parlement, een raadhuis, weet ik veel wat. Je moet ook echt met de kerstmis gaan, dat is ook extra leuk. Ze hebben een prachtige kerstmarkt. Dat is ook heel fijn in Oostenrijk. Dat er manieren buiten op straat staan die tamme kastanjes roosteren. Je dan een klein beetje zout op doet, dat is echt heerlijk. Dat heb ik hier nooit gezien, maar in Wenen is dat normaal. En dan hangen ze in die bomen allemaal leuke rode. Nou ja, kortom. Wat een gezellig land, maar goed, je moet het wel een beetje. Misschien toch nuttig dat je schemerachtig het verleden van Oostenrijk er ook bij betrekt. Ik moet zeggen dat mijn vader, die had een enorme hekel aan Oostenrijk. En die zei altijd van ja, als je ze tegenkomt op de wandeling op de berg, dan zeggen ze allemaal Grüß Gott. Maar wat ze echt bedoelen is Heil Hitler. Ja. Een beetje flauw misschien, maar. Oké, maar interessante reis. Heb je er zin in? Nee joh. Dat wil zeggen, ik heb geen zin in de reis. Nee, precies. Ben ik er eenmaal, dan vind ik het wel leuk. Ja, gezellig. Want Willem Melging en ik hebben dat al een miljoen keer gedaan. Ja. En dan gaan we lekker eten en zo. Dus wij vermaken ons wel. Oké, dat was de aflevering over het verleden van Oostenrijk. Vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan met je volgers via social media. Dan zeggen ze allemaal Grüß Gott, maar wat ze echt bedoelen is Heil Hitler. Voor ons ligt Duitsland, in ons
marschiert Duitsland und hinter uns kommt Deutschland! Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Nog een podcast luisteren? Luister naar de aflevering waarin wordt uitgelegd waarom het niet verstandig is om je mobiele telefoon 's nachts op je nachtkastje te laten liggen. De link naar de aflevering vind je in de show notes.